Hallo, ik ben Vincent Oudekerke, neuroloog aan het Amsterdam UMC. En vandaag ga ik jullie iets uitleggen over reflexen. Reflexen zijn zenuwsignalen die gebeuren zonder dat je daar zelf over hoeft na te denken. Of beter gezegd, zonder dat je je hersenen schors daar precies voor te gebruiken. De meest gebruikte reflexbogen die jullie kennen zijn spierrekkingsreflexen. Dus als je met een hamer op je kniepees slaat, dan zie je dat het been in de knie extendeert. En dat is een spierrekkingsreflexboog. Er zijn ook andere reflexen die lopen via je hersenstam. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dus ik ga met jullie de spierrekkingsreflex doornemen. Dat is dus een signaal waarbij er automatisch signaal binnenkomt dat direct leidt tot een uitvoerend signaal. Oftewel, er komt efferent een signaal van de spier en dat leidt tot een, sorry, afferent een signaal van de spier, dat leidt tot efferent een signaal naar de spier toe. Dat loopt via je ruggenmerg. Een aantal van de dingen die ik hier bespreek voeren terug op de andere twee kennisclips over motoriek en sensibiliteit die in hetzelfde kanaal zijn terug te vinden. Dit is een dwarsdoorsnede van het ruggenmerg, waar aan de achterzijde via de achterwortel signaal binnenkomt en aan de voorzijde via de voorwortel motorisch signaal en ook een beetje autonoom signaal het signaal het myelium verlaat. Voor de spierrekkingsreflex moet er dus eerst een signaal vanaf de spier komen. Dus als je een spier hebt met eraan een pees en een andere pees, kan je de spier oprekken door bijvoorbeeld op de pees te slaan. En als die spier oprekt, zijn er sensorische of sensibele zenuwuiteinden die dat opmerken doordat er spiervezels worden opgerekt. En dat geeft een afferent signaal dat via de perifere zenuw, de plexus, de spinale zenuw naar de achterwortel toe gaat en daar het ruggenmerg binnenkomt. Een deel van deze informatie gaat direct via het gnostische systeem door naar boven. Maar een deel van die informatie schakelt ook op dat ruggenmergniveau naar de motorische zijde of via een interneuron, dus een tussenneuron, naar het motorisch neuron terug. Dus het sensibele neuron schakelt direct of via een interneuron op het perifeer motorisch neuron, zonder dat daar een andere zenuw bij betrokken is van bovenaf. Die leidt dan tot een motorisch signaal dat weer via de voorhoorn, de motorische voorwortel, de spinale zenuw, de plexus, de perifere zenuw, de neuromusculaire synaps teruggaat naar de spier. En als een spier wordt opgerekt, komt er dus eigenlijk een signaal voor de spier om daar compensatoire tegen aan te spannen, dat hij niet te veel wordt opgerekt. Dat heet een spierrekkingsreflex. Je kan je voorstellen dat als zo'n reflex loopt, dat er ook een soort van remming op deze loop moet zijn, omdat hij anders te ver doorschiet en de reflex te hoog wordt. En die remming op deze reflexboog geschiet niet door het perifere motorisch neuron, maar door het centraal motorisch neuron. In de kennisclip motoriek hebben we besproken dat het centraal motorisch neuron van bovenaf van het ruggenmerg afdaalt via de tractus corticospinalis lateralis. Dus dit is buiten het niveau van de tekening, van bovenaf naar dit niveau toe. En die centraal motorisch neuron of die piramidebaan, die inhibeert dat perifere motorisch neuron. Dus eigenlijk in rust is dat centraal motorisch neuron een continue onderdrukker van die reflexboog. Op het moment dat je een lesie hebt ergens perifere in je afferente of in je efferente deel van je perifere zenuwstelsel, is die reflexboog doorbroken en krijg je dus lagere reflexen. Dus je krijgt minder goed dat de spier zich rekt op het moment dat er input van rek binnenkomt. Als je een lesie hebt in het centraal motorisch neuron, in die inhiberende neuronen, is de remmer dus juist vanaf. En dan kan die reflexboog juist meer doen wat hij wil in rust, zonder dat hij geremd wordt. En wat je dan dus krijgt is dat de reflexen omhoog gaan en dat de spierspanning, de spiertonus, in rust ook verhoogd is.
zo'n verhoogde spiertonus wordt ook wel hypertonie of spasticiteit genoemd. En spasticiteit is een specifieke vorm van hypertonie, maar over dat verschil gaan we het nu niet hebben. Belangrijk dus om te onthouden is, een reflexboog loopt via de spier die opgerekt wordt, via de afferente, via de achterhoorn, via een interneuron of direct naar een motorisch neuron, weer terug naar de spier dat tot een contractie leidt. En het centraal motorisch neuron inhibeert die reflex. Bij lesies in het perifere zenuwstelsel krijg je dus over het algemeen lage of soms normale reflexen. Bij lesies in het centraal zenuwstelsel waar de piramidebaan is aangetast, dat centraal motorisch neuron, krijg je dus juist verhoogde reflexen en een verhoogde spiertonus. Dat is wat ik vandaag met jullie wilde bespreken. Dit is het einde van deze kennisclip. Dank voor je aandacht.